Er stond vandaag een stevige wind, dus op het strand werd je behoorlijk gezandstraald. En ook voor de carnavalsvierders in het zuiden van het land was die harde wind natuurlijk niet zo heel erg prettig. En we zien op deze foto ook een bewolkte lucht, maar met uitzondering van een enkel spatje motregen bleef het gelukkig wel droog. Nou, die wolkenvelden is iets wat de komende dagen ook nog in de weersverwachting zit. We bevinden ons aan de flank van een hoge drukgebied. En met een westelijke stroming worden eigenlijk continu wolkenvelden aangevoerd. Heel af en toe vallen er wat gaten in, maar de hoeveelheid zon is echt beperkt. En vanaf dinsdag zien we vanuit het noorden weer een lage drukgebied dichterbij komen. Daar hoort weer een regenfront bij. Dus woensdag gaan we naast bewolking ook nog eens neerslag krijgen. Vanavond met uitzondering van een enkel spatje motregen geen neerslag. Wel die hardnekkige bewolking en nog een stevige wind uit zuidwestelijke richting. En daardoor gaat het ook niet al te sterk afkoelen. Vanavond zo'n 8 tot 10 graden. Maar door die stevige wind zal het gevoelsmatig toch wel wat guur zijn. Nou, vannacht gaat daar een paar graden vanaf. Op de koudste plaatsen waar misschien een opklaring voorkomt, daar zo'n 6 graden. Maar onder die hardnekkige bewolking blijven we steken op een graad of 8. En in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk wat aan kracht inleveren. En morgen zullen we dat ook merken. Merkbaar minder wind, windkracht 3 of 4, maar wel nog steeds die hardnekkige bewolking. Temperatuur komt wel in de dubbele cijfers uit, 10 of 11 graden. En met een beetje geluk kan in het zuiden van het land later op de dag de zon nog even doorbreken. En als het helemaal mee zit, dan breiden die opklaringen zich ook wat noordelijker uit. Nou, op woensdag hebben we dus met neerslag te maken. Ook donderdag nog wel wat buien in de verwachting. Vanaf vrijdag wordt het weer wat droger. Zien we de temperatuur geleidelijk ook wat omlaag gaan. Want de wind draait naar het noordoosten in de modelverwachting. En dat zien we ook terug in de temperatuurpluim. Later in de week toch wel een klein dipje van de temperatuur. Kan het in de nacht weer 1 of 2 graden gaan vriezen. Maar we zien ook hoe de spreiding op de lange termijn toeneemt. Dus het is nog maar zeer de vraag of dat koudere weer lang stand gaat houden. Of dat we weer terugkeren naar dat zachte en bewolkte weer waar we nu mee te maken hebben.